Als donderslag bij heldere hemel kwam gisteravond, zondagavond was dat, het nieuws in één keer naar voren dat Mauri Steijn de nieuwe trainer zou moeten worden van Ajax. We gaan het erover hebben met onze Ajax-watcher Freek Jansen. Freek, was je net zo verrast als ik? Ja, ik denk het wel. Ja? Want ik denk dat je ook best wel verrast was. Ik zag hem niet aankomen. Nee, het was sowieso allemaal een tijdje stil. Hè, van welke afslag ging Sven Mislintat maken qua nieuwe trainer. Mm-hmm. En de afgelopen weken, het is alweer 2 weken geleden natuurlijk, dat hij Heitinga aangaf dat hij niet met hem door zou gaan. En daarna was een beetje, had je het gevoel van hij koerst af op een buitenlandse trainer. Ja. Die geluiden werden ook hardnekkiger. Ook omdat Nederlandse trainers, daar bleef het stil om. Tot gistermiddag. En toen zijpelden de geluiden door. En ik moet wel zeggen, de afgelopen week waren er wel meer geruchten die voorbij kwamen. Ook van Nederlandse trainers, waarbij je al zat van, klopt het wel? En dan vaak klopt het niet. Nou ja, zit daar iets in dat we mogen weten? Of? Nee, maar goed, de geëikte namen. Pascal Jansen werd natuurlijk vaak genoemd. Ron Jans kwam vorige week in één keer voorbij. Nou, dan heb ik nog collega Geert-Jan Jacobs laten checken. Nou, die bij Ron Jans, die zei, nee, niets van waar. Kijk, dat krijg je natuurlijk hoe langer het duurt. Ja. Hoe meer mensen zelf ook natuurlijk gaan denken van wie gaat het worden. En zo kwam gistermiddag Steijn voorbij. En dat was het eerste deel. En toen had je nog wel het gevoel, oké, hoe concreet is dit? Toen kwam het interview bij ESPN van na de wedstrijd. Nou, die heeft denk ik inmiddels bijna iedereen wel gezien. Als je hem niet gezien hebt, kijk terug. Want dat is misschien ook wel een beetje, hoe kun je niet liegen, maar ook niet de waarheid zeggen. Dat is een beetje zo de soort interview was het. Dat was natuurlijk iets opvallends. Nou ja, en daarna werd het concreet. En gisteravond kwam de bevestiging dat het inderdaad topkandidaat bij Ajax was. Nou ja, nu zijn we bijna 24 uur verder. Ja, nou is het maandag rond 3 uur. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, dat Mauri Steijn een nieuwe trainer van Ajax wordt. En dat een 3-jarig contract klaar ligt. Dat hij heeft volgens mij een gelimiteerde transfersom in zijn contract zitten bij Sparta. En ook al was het een transfersom, dan waren Ajax en Sparta wel uitgekomen. Ja. Hij had nog 1-jarig contract in Rotterdam tot 2024. Sparta en Ajax hebben ook een samenwerking. Hè? Vorige week hoorde ik Gerard Nijkamp, de technische directeur van Sparta, volgens mij bij RTV Rijnmond verkondigen dat het steeds beter loopt, die samenwerking. Heel positief. Dus nee, ook al hadden die plooien nog glad gestreken moeten worden, was het ook wel gebeurd. Want ja, dit is een geweldige kans voor Mauri Steijn. Ja. En met Sparta komt Ajax er wel uit. En dat is natuurlijk nu dan niet nodig door die transfers, omdat ze weten wat ze neer moeten leggen. Nou ja, Steijn gaat voor 3 jaar tekenen als assistente. Heeft Ajax Bakati op het oog en Hedwiges Maduro. Hoe concreet is dat? Nou, heel concreet. Die moeten het gaan worden. En als je het over interviews hebt, gisteren zagen we ook het interview met Hedwiges Maduro bij ESPN. Na afloop van Almere, die is natuurlijk als assistent gepromoveerd met Almere. Ook wel echt een Ajax-jongen natuurlijk, een Ajax-gezicht. Ja. En die willen ze natuurlijk terughalen. Moet volgens mij nog wel zijn laatste trainingsdiploma halen, zijn hoogste trainingsdiploma. Dan wordt hij volgens mij komend jaar gaan doen, maar ook een hele beloftevolle trainer. En Bakati is een bekend gezicht, hè? In Amsterdam. Die heeft Jong Ajax in het verleden ook al als assistent. Ja, die zat altijd achterop bij Jaap Stam, toch? Ja, die ging de hele wereld rond. Ja, die zijn overal geweest. En jij hebt erbij gebouwd. Reading in Engeland? Ja, Jong Ajax, Reading, Zwolle, Feyenoord, Cincinnati. Ja. Samen achterop. Ja, nu eraf gesprongen. Ja, en dan sprong hij even bij Dick Advocaat achterop. Ja, daar heeft hij afgelopen seizoen assistent geweest bij ADO van Advocaat. Toen hoorde je wel al heel veel lovende geluiden over Bakati, dat hij daar ook veldtrainingen bij heel veel deed. Je hoort positieve geluiden altijd over hem. Nou ja, nu gaat hij dan terug naar Ajax als assistent. Dus dat moet dan de staf worden. Ik zit te puzzelen. Wat is nou de link met Mauri Steijn dan? Of is er geen link en hebben zij gewoon, omdat ze een Ajax-verleden hebben, daar nu een ingang? Want normaal gesproken denk je, ik heb mee gevoetbald of wat dan ook. Qua Maduro was het duidelijk dat Sven Mislintat dat op 1 juni destijds zei, tijdens het persmoment 's middags, nadat hij Heitinga de wacht had aangezegd, dat hij zei, ik wil sowieso een Ajax-man in de staf. Is het niet de hoofdtrainer, dan als assistent. Nou, Maduro is natuurlijk een Ajax-man met een verleden bij de club. 70 wedstrijden gespeeld, hè? Tussen 2004, 2007 of zo. In ieder geval echt veel meegemaakt bij Ajax. Dus dat is natuurlijk het Ajax-gezicht en een beloftevolle trainer, noem maar op. Absoluut. En Bakati, ja, ik denk dat die er gewoon in voetballand goed op staat als assistent. En dat de link is en dat Steijn, dit moet allemaal nog de komende uren en dagen verder vorm krijgen, hoor. Wie weet komt er nog wel ergens een extra assistent bij of wat dan ook. Maar op dit moment, je noemde net de tijd, is dit de status. Ja, voordat we helemaal dieper op Mauri Steijn ingaan, nog even. Ze hebben nu ook nog een huidige staf die Heitinga voorzat. Met assistenten van hem. Enig idee wat daarmee gaat gebeuren of is het nog te vroeg? Heitinga, dat blijft natuurlijk wel een apart verhaal. Dat hij dat weg en ook niet als assistent. Dus dan moet ze, en Ajax ging
meehelpen met te kijken hoe dan. Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe dat er gaat. Dat is dan hij te gaan. Lodewijk was tot het einde van het seizoen natuurlijk als ervaren kracht bij hij te gaan. Nou, die zal niet terugkeren. Reiziger heeft natuurlijk een stap gemaakt naar Jong Oranje. Die wordt op eigen benen gaan staan. Dus dan zijn we er al een heel eind. Nou, ja, Richard Witsje, die zal denk ik, neem ik aan, gewoon blijven bij Ajax. Als assistent, ook omdat het ook wel een beetje specialistentrainer is. Nou ja, zijn we er dan? Ja, dan heb je daaromheen nog wat. Ja, de keeperstrainer. Ja, die positie zullen wel blijven. En anders worden ze wat gewisseld. Maar ik heb ook niet het idee dat Maurice Stijn nou met een hele ijzerpakket is. Met ik wil die 10 assistenten mee, anders kom ik niet. Dus dit zal al pratende wijs vorm gaan krijgen. Zullen ze wel uitkomen. Nou ken jij Maurice Stijn al een hele tijd. Jij was ADO-watcher, jaren geleden. Toevallig toen Maurice Stijn daar trainer was. Toen ik een stuk jonger was. Ja, stuk, nog jonger. Ja. Minder dik was. Wat voor indruk heb je toen de tijd van hem gekregen? In zijn eerste jaar als trainer? Eerste jaar een hele positieve indruk. Ik was inderdaad erbij toen hij het overnam van de Brom. Dat hij daar echt met dat elftal vol Haagse gastjes aan de slag ging. En echt als een jonge trainer, hebben we lange tijd natuurlijk ook de jongste trainer toen in de Eredivisie, zichzelf ontwikkelde en een paar keer ADO erin heeft gehouden, onder ook wel moeilijke omstandigheden. Eigenlijk wel een hele eerlijke trainer, echt eerlijk, ook gewoon niet te moeilijk doen. Hè, trainingen kon je gewoon bezoeken, heel veel trainingen waren gewoon open. Hij maakte er ook geen hogere wiskunde van het voetbal, maar je zag wel, zijn ploegen waren altijd wel karaktervolle ploegen. Ja. Karakterspelers, ook spelers die onder zijn leiding ook zichzelf ontwikkelden. Denk maar aan die hele categorie, hè? Spelers met Lex Immers en Verhoek, noem maar op. Die waren natuurlijk onder... Dat zijn ook mondige types. Mondige types, onder John van der Brom gelanceerd toen. En onder John van der Brom hebben ze natuurlijk geweldig voetbal. Toen was Stijn assistent en daarna onder Stijn als hoofdtrainer zichzelf allemaal... ook allemaal mooie transfers afgedwongen. En ook altijd wel ploegen met karakter. En eigenlijk vooral wat ik bij hem altijd vind en vond, hij spoorde eigenlijk naar de mogelijkheden. Dus hij keek ook van, oké, dit is mijn selectie, hier moet ik het mee doen. Mm-hmm. Dan is deze manier van spelen is het beste. Ja, vrij pragmatisch als ik het zo hoor. Heel pragmatisch. Ja. Dus het is. En dat laat zijn carrière ook wel zien. En dan moet ik denken aan Mislintat dat hij zei, hij had een paar aspecten die hij noemde, die de nieuwe trainer wilde zien. En dat was over performance of in ieder geval... Hele mooi begripje, maar beter presteren dan men verwacht. Ja. Kijk, doe jij dat heeft hij bij je. Dat is een Stijn dus. Dit moment is om om een puntje negen te doen. Maar dat heeft Stijn natuurlijk. VVV heeft hij vanuit de KKD naar de Eredivisie geholpen en lijstbehoud. 12e plaats, knap gedaan inderdaad. Ja. Ja. Heel knap natuurlijk, kun je nu bij VVV bijna niet meer voorstellen dat hij 12e geworden is. Ja. Ja. Dus dat, maar hij is toen kampioen geworden van de KKD. Volgens mij met de meeste doelpunten, de meeste punten. Dus op een aanvallende manier, anders kun je niet zoveel scoren. Alleen in de Eredivisie wist hij, oké, dit is mijn selectie. Dit is de tegenstand waar ik kom. Ik ga niet naïef lopen aanvallen. Dus dat werd een soort realist. Hij noemde het volgens mij zelf aanvallend realistisch is zijn, zijn visie. Dat zag je ook wel terug bij VVV. Uiteindelijk via heel kort, hè, Woestijn heeft hij voor zo'n 2 maandjes gezeten. Ja, doet het niet lang. Zoals de meeste trainers af kijken, kort zitten. Ze hadden veel geld opgehaald, maar veel wedstrijden heeft hij niet op de bank gezeten. Nee. Dus daar heeft hij dat aanvallend realisme niet heel lang kunnen laten zien. Toen kwam NAC, als ik het goed heb. Ja. En dat werd een avontuur. Ja, dat werd een soort dorpsruilclub werd het. Hè, met de finale van de play-offs gehaald. Finale play-offs, en dat zegt hij... Vanuit die kant, je hebt een beetje 2 kanten die daarop natuurlijk zeggen. De ene kant is zeggen, belachelijk wat allemaal gebeurd is toen onder Stijn. En de andere kant zegt, je hebt wel de play-offs gehad. En volgens mij op een paar minuten na tegen NEC die promotie misgelopen. Maar goed, dat was toen echt een kampenstrijd binnen intern. Hè? Was het Lokhoff, Van Hooijdonk, Stijn, noem maar op. Alles, man, dus alles was... het lag ook allemaal op straat. Dus ja, dat was een soort soap waar hij middenin stond. En goed, daarna denk ik dat zijn laatste handtekening die hij onder Sparta heeft gezet. Ja, als je het hebt over bovenwachten presteren. Ja. Hij stapte erin toen iedereen zei, doe het nou maar niet, want Sparta is... Ze waren bekant gedegradeerd. En dan was hij dit jaar trainer in de KKD geweest. En dan had je hem nooit bij Ajax gezien. Nee. Dat moet even, het balletje moet goed rollen. En in één keer, hij hield ze erin. Beetje geluk gehad misschien. Maar alsnog nu goed gepresteerd in de Eredivisie. En dan gaan dit soort deuren open. Dat is wel opvallend, toch? Heel opvallend. Ja. Want vorig jaar, wat je zegt, toen werd... wie was de trainer die toen? Vrezen natuurlijk. Een paar wedstrijden voor het einde. Toen werd echt zoiets van, wie moet ze nemen? En toen zei Stijn, kreeg hij ook advies. Vertelde hij ook dus op een gegeven moment, doe het nou maar niet. Je kunt beter met een schone lei beginnen in de KKD en bovenin. Dan dat je nu
drie wedstrijden, je verliest, je degradeert. Toch gedaan. En dat vind ik ook wel bij Stijn passen. Is gewoon ook bepaalde bluff, bepaalde brani. Risico nemen, inderdaad. Risico nemen, erin gebleven. Dit jaar, fantastisch jaar. En ik denk, als je dit jaar kijkt hoe Sparta presteert, hoe spelers individueel zichzelf ontwikkeld hebben. Ja. Bijvoorbeeld niet alleen, laat maar zeggen, spelers die er al zaten, maar ook, hè, neem die twee Deense jongens die nieuw zijn gekomen, die daar echt zichzelf hebben ontplooid tot gewoon hele belangrijke spelers. En Van Krooi die zichzelf laat zien. Dus ook weer met middelen van dit is je selectie, maak er wat van. En dat doet hij dan ook. Ja. Dus het is, nou heeft hij dit jaar wel een heleboel nieuwe spelers in moeten passen. Ja. En die zijn ook op gehaald met zijn goedkeuring. 12 stuks volgens mij. Ja. Dat zijn niet, hoe moet je dat zeggen? Het zijn niet de spelers die in eerste instantie direct van heel aanvallend voetbal uitgaan. Het zijn geen jonkies die hij gehaald heeft. Er zitten wel een aantal jonge spelers bij, maar het zijn geen echte jonkies. Hoe zie je dat in de Ajax-mal passen eigenlijk? Dat wordt super boeiend om te zien. Ja, toch? Want dat wordt echt heel boeiend om te zien. Omdat we hebben het nu over best wel dingen waarvoor je zo je zegt van ja, Stijn is gewoon een goede trainer. Stijn, het is een soort Ten Hag keuze toen, hè? Ten Hag Utrecht, ook met Go Ahead gepromoveerd. Eigenlijk een beetje hele aantrekkelijke trainer van de subtop. Hoe doet hij het bij de top? Nou, Stijn, kun je ongeveer hetzelfde leggen. Aantrekkelijke trainer van de subtop, hoe doet hij het bij de top? Alleen is het verschil, er zitten natuurlijk nog een hoop addertjes onder het gras. Ja, nou ja, ook het verschil dat Ten Hag al iets meer ervaring had bij Utrecht. Ja, en dat Stijn nu ook één topseizoen gehad heeft. Links om rechts blijft een gewaagde keuze. Maar ja, dat komt als jij niet voor Peter Bos kiest, wat mensen allemaal begrijpelijk hadden gevonden. Dat hadden mensen begrepen. Misschien Pascal Jansen, wat ook een logische stap was geweest. Ja, dan kom je bij deze categorie uit. En dat is een hele beloftevolle categorie. Alleen, het is voor hem wel een stap van inderdaad subtop nu naar de absolute top. En wat je zegt, van bij Sparta is het mogen. En dan is dat mooi als je dit seizoen 10e eindigt, 12e eindigt. Zelfs 13e, 14e plek was mooi geweest. Ja. Nou ja, bij Ajax zal vanaf dag 1 zal weer over de landstitel moeten presteren. Moet aanvallend voetbal. Dus dat wordt heel boeiend om te zien hoe hij dat gaat managen. Ja. En klinkt heel flauw, maar we kunnen daar nu van alles over zeggen. Maar zoiets moet je ook gewoon gaan ervaren als hij het gaat doen. Ja, maar dan moet je dus ook, dat heb je met meer trainers, maar dan moet je wel die kans krijgen. Hè? Ja. Er wordt over Ron Jans gezegd dat hij nooit die kans krijgt. Nu krijgt Stijn hem wel. Ja. Dat zijn dingen waarvan je denkt, daar zou Ajax misschien nog wel echt aan moeten werken. Met bijvoorbeeld dat hij daarin begeleid wordt. Wat, heb je iets in je hoofd zitten waarvan je denkt, nou, daar moet hij misschien aan werken om bij een topclub te kunnen slagen? Nee. De stap is groot. Ja, de stap is ook groot. Het is wel een hele breed ontwikkelde trainer. En daar bedoel ik meer mee. Ik heb vanochtend echt al zijn interviews van de laatste 5 jaar allemaal doorgelezen. En daar heb ik ook op VI Pro de belangrijke dingen van terug te lezen. Ook, daar zie je ook zijn visie. Hij durft echt wel keihard in te grijpen. Dat durft hij echt. En mensen, spelers die niet in de pas lopen, of die bij de hand gedrag vertonen, bam, is hij genadeloos. Genadeloos. Dan stuurt hij spelers gewoon weg. Is dat wat Ajax nu nodig heeft? Nou, dat heeft Ajax zeker nodig. Ja. Maar dat is makkelijker, even gek gezegd, bij VVV of bij NAC of bij ADO of bij Sparta, dan bij Ajax. Ja, want daar ligt het vergrootglas eronder. Je hebt met de absolute topspelers te maken. En spelers van 30, 20, 10 miljoen die gehaald zijn, ja, die kun je ook niet zomaar wegsturen. Nee. Maar het is wel nodig. Het is nodig na dit seizoen. Waar het toch allemaal loszand was, is er wel een trainer nodig die echt de basis in de kleedkamer. En dan zeg ik niet dat Heitinga er niet was, want Heitinga was het ook. En Schöder op zijn manier ook. Maar feit is wel dat die selectie moet een boost gaan krijgen. En dan ben ik heel benieuwd naar hoe de kwaliteiten van Maurice Stijn zijn om dat bij Ajax voor elkaar te krijgen. Ja. En dit is een van die onderdelen. Je wordt natuurlijk wel ook maximaal uitgedaagd. Om het ook tactisch goed neer te zetten. En als je mensen om hem heen spreekt, zijn allemaal heel positief over hoe hij tactisch een wedstrijd aanvliegt. Ja, want dat wil ik nog vragen. Is hij zelf die tacticus of heeft hij daar bijvoorbeeld bij Sparta zijn assistent te veel voor gebruikt? Nou, hij gebruikt wel echt zijn team om zich heen. Dus hij geeft ook die verantwoordelijkheid af. En dat is ook de moderne trainer. Mm-hmm. Want er zijn ook maar weinig clubs waarbij een trainer echt van A tot Z alles doet. Maar als je nu ook die stukken leest over bijvoorbeeld bij VVV, dan uiteindelijk in zijn besprekingen wist hij alles van tegenstanders. En kon hij dat allemaal uiteenzetten. Ja, dat doet me ook wel een beetje Ten Hag denken. Ten Hag wist ook altijd alles van tegenstanders. Maniakaal bijna, hè? Ja. Ja, en ook wel een manier, omdat je bent niet, laat me zeggen, je hebt niet zoiets van wij zijn Ajax en wij de tegenstander past zeg maar aan. Nee, je bent wel voorbereid op die wedstrijd. Ja. Tegelijkertijd wordt bij Ajax wel verwacht dat je elke wedstrijd eigenlijk de beste op het veld bent.
In alle wedstrijden wordt dat verwacht van Oostman. Ja, dat is ook een nieuwe dimensie. Dat heeft hij natuurlijk bij VVV, bij NAC, bij Ajax, of bij Sparta, bij ADO nooit meegemaakt. Dat er vanaf seconde 1 in de wedstrijd wordt verwacht van, nou, je valt aan, je zorgt dat je die bal snel terug hebt en je zorgt dat je veel scoort. Ja. En als het niet gebeurt, dan raken de Ajax hier vaak in paniek. Dus dat wordt ook weer interessant. Dus ik vind het is heel boeiend. Maar goed, nogmaals, ik denk dat je dit soort dingen moet je denk ik over een paar maanden denk dat je de eerste analyse kan maken ervan, van hoe dat gaat. En ja. Het was voor mij, en voor jijzelf ook, zei je net, een onverwachte keuze. Vind je het een moedige keuze eigenlijk? Dat je een trainer van, het klinkt een beetje lullig, maar van zijn huidige statuur, nu zo'n kans geeft bij een topclub in Nederland? Het is een moedige keuze. Aan de andere kant is, als je kijkt naar het is ook niet zo dat er maanden ging over van, deze 5 Nederlandse trainers moeten Ajax halen. Het ging eigenlijk alleen maar over Peter Bos. Ja. Waarom? Omdat de alternatieven, ja, daar zaten allemaal haken en ogen aan. Ja, maar dat komt ook omdat die alternatieven jongens als Ron Jansen zo niet meegenomen werden. Omdat je dacht dat die niet in de picture zouden kunnen staan. Maar daar in die categorie zou je Stijn met alle respect ook scharen. Tuurlijk. Tot nu toe. Nee, daarom. Ja. Dus dat maakt het, daarom was het ook wel dat die trainersjob van Ajax, daar werd soms ook wel hogere wiskunde van gemaakt. Van, ja nee, dat kan echt alleen die worden. Of ja, het kan alleen Nagelsman voorbij horen komen. Precies, afgelopen weekend kwam Guardiola nog voorbij. Zonder gein. Ja, dus het was niet, geweest, niet binnen Ajax, maar gewoon vanuit de achterban. Ja, dus de grootste namen bij Ajax kwamen voorbij. Ja, uiteindelijk wordt er, daar heb je gelijk in, er wordt wel een afslag genomen die verrassend is en die gedurfd is. Maar dit is ook een gewaagde keuze voor Misnik dat in die zin. Van, kijk, als je voor de gebaande paden gaat en je neemt een trainer van grote naam die, weet ik niet of interlands gespeeld hebt, dan maakt hij het zichzelf makkelijker. Nu legt hij zijn hoofd bijna op het hakblok, toch? Of niet? Nou ja, voor Misnik dat was de makkelijkste keuze Peter Bos geweest. Ja. Want dan weet hij van, nou, dan had 90% van de achterban altijd gesteund. Ervaren trainer, had iedereen, media, alles gezegd van, ja, logische keuze. En dan had hij zelf achter. Maar Misnik dat is wel heel duidelijk geweest. Ook weer op 1 juni, kom weer terug, want toen stond hij ons allemaal te woord. Van, ik bepaal met de scouting de selectie. En de trainer moet die selectie gaan managen. Nou ja, en dat is wel iets waar ook heel veel trainers niet mee akkoord gaan. Maar krijgt Stijn dan helemaal geen vinger in de pap over de ploeg die er volgend jaar staat? Nou, dat zal toch wel? Vanaf nu zal hij wel worden meegenomen daarin. Maar het is iets anders dan iemand meenemen in naar wat voor spelers je wil en gaat kijken. Of je hebt een model zoals Overmars met Ten Hag had. En dan was gewoon veto. Als een van de twee zei, doe het niet. Dan kwam die speler niet. Ja, daar zit een heel groot verschil tussen. En je merkt bij Misnik dat, wat toch echt een baasje is. Die wil gewoon zelf met de scouting en die selectie gaan samenstellen. En daar moet de trainer het maar mee doen. En nou ja, Stijn is op dat vlak, heeft hij wel steeds met zijn selecties het gedaan. Ja, nou, is er heel lang over Ajax-DNA gegaan. Oh ja. Je begint te zuchten. Ja, nee, het is meer van, ik ga niks over buitenlandse trainers zeggen. Nee, heb ik vorige week gedaan, dat heb ik moeten weten. Gaan we nu over hebben. Nee, maar in hoeverre, wat voor onderdelen zou je dan nu uitzeggen? Nou, dat is echt waarin hij Ajax DNA wel enigszins vertegenwoordigt. Je zei net al dat hij er fel op gaat. Dat hij zijn mondje klaar heeft staan. Die brani zou je kunnen noemen. Ja. Cliché worden allemaal, ik snap het. Maar wat voor dingen zou je dan, eigenschappen, je kent hem nou, al jaren. Ja. Als je 10 jaar geleden al met hem gewerkt hebt, tussen aanleidingstekens, bij ADO. Ja. Wat voor dingen zou je dan uit die dat DNA een beetje... Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik denk daar. Ik denk toch echt die brani en die bravoure. En dat, toch een bepaalde straatvechter natuurlijk altijd geweest. Ja. Maurie Stijn. En die gaat er gewoon voor. En dit is ook een aanbieding dat voor hem fantastisch is. En logisch dat hij dit doet. Maar ik denk ook echt dat hij zoiets heeft. Ja, ik ga het nu ook... Dit is mijn kans. Ik ga het nu ook laten zien ook. Zeker. Dat alleen... Er zitten daar omheen natuurlijk... Echt een aantal factoren, en dat snap ik ook, van de sceptische blikken snap ik ook goed. Die weten we gewoon nog niet. Dat zal echt de toekomst moeten uitwijzen. Ja, nou ja, ik blijf het bijzonder vinden dat je inderdaad bijna dit seizoen een trainer in de KKD had kunnen zijn. In de Eredivisie blijft en nu deze stap, dit deurtje gaat open. Met Ronald Koeman te spreken, een trein die daar moet je opstappen voor Stijn. Ja. Als je anderhalf maand geleden had gezegd, Bos naar PSV en Stijn naar Ajax... Dan had iedereen gezegd, wacht even... En Slot blijft bij Feyenoord. Er is iets verkeerd. Laten we zeggen, je hebt de verkeerde lijstjes getrokken. Die moeten net andersom. Ja, ook dat. Ja. En nu is het wel zo. En dat maakt nu alweer... En we zitten half juni en de Nation League moet nog... Het seizoen er dan eerst voorbij. Ja, je krijgt toch weer geweldig veel zin in het komende seizoen. Met Bos bij PSV en Slot. En nu Stijn bij Ajax.
Laat de boemer weer beginnen, hoor. Ja. Er komen weer genoeg boeiende dingen aan. Nog een paar dingetjes. Wanneer verwacht je de witte rook uit de arena schoorsteen komen? Ik heb mijn telefoon hier bijleggen. Het kan zo zijn dat er nu al een persbericht komt. Maar nee, ik verwacht snel, want wat het natuurlijk ook is... ik zit nu eigenlijk heel aardig aan mijn telefoon, maar dat... is goede televisie, we zijn gewoon live. Maar ik denk eigenlijk snel, want kijk, Stijn wordt al gepresenteerd, de staf wordt gepresenteerd. Het is dan ook heel even vakantie. Maurie Stijn is ook gisteren pas het seizoen afgelopen. Ja. Die zal ook even zijn vakantie moeten nemen. Want het is nu 12 juni. Ja. Nou, van 29 juni stond de eerste training gepland bij Ajax. Dus ja, dus dan verwacht ik dat het ergens in de komende dagen, misschien vandaag al wel, bekend wordt. Dan is het even helemaal stop. Dan is het even stil in Amsterdam op trainersvlak. Op spelersvlak verwacht ik nog wel een en ander. Ja, en dan gaat het eind juni gaat het draaien. Dus ik verwacht er ook op korte termijn meer duidelijkheid. Ja. En misschien nog wel, waar we net over begonnen, hier en daar nog wat andere accenten in de staf. Maar ja, dit was de belangrijkste. Dan begint het seizoen dus over een week of drie, vier zou het zijn? Tweeënhalf. Dan kan Maurie Stijn eventjes naar Ibiza. Tweeënhalf, ja. Ibiza gaan ze allemaal, hè? Even uitrusten. Ja. Of Dubai, waar gaan ze heen tegenwoordig? Volgens mij heeft hij een huis op Ibiza zelfs. Dus die gaat denk ik 2,5 weken even op Ibiza liggen. Ondertussen denk ik met een klapblokje alvast zijn trainingen en zijn trainingsschema en alles maken. Ja, dat moet gaan gebeuren. Dan is Maurie Stijn trainer van Ajax. Ja, en dan moet jij begin juli alweer een prognose maken. Ik ga het niet nu al vragen. In de seizoengids? Ja. Ja, dan moet ik verwacht dat Björn Goorde, onze special man, dat hij wel weer binnenkort komt met die prognose. Afgelopen jaar zat ik niet zo goed. Nou, ja. PSV trouwens kampioen. Ajax 2, Feyenoord 3, dus dat is allemaal... Ik wil er niet over die scores beginnen, Freek. Dus nee. Dat je er zelf over begint. Maar dan moet je al wel weer een prognose gaan maken. Ja. En dan moet je ook gaan meewegen hoe je de Maurie Stijn factor mee gaat nemen. Jij wil van mij nu horen of Ajax met Maurie Stijn gaat Ajax kampioen worden? Ja, dan knipt Jarno dit los natuurlijk. En dan kunnen 100%. Ja, 100%. Gaat Ajax, daar kan ik helemaal geen antwoord op geven. Maar nou, laat ik zo zeggen, Ajax moet kampioen worden. Met Laurens in de spits? Ja, zijn er meer Sparta-spelers die interessant zouden kunnen zijn? Nou ja, de voorhoede is wel leuk, hè? Van Krooi, Kokkie Saito en Lauritsen. Dat is waar. Dat is wel leuk, hoor. Ja, Kitolano erachter. Die samenwerking is wel leuk, maar die samenwerking is niet bedoeld denk ik, dat zal een licht trekken. Nee, we gaan het zien. Er gaat veel gebeuren in de selectie. Met de staf krijgt nu eindelijk duidelijkheid dat het deze kant op gaat. Ja, dit... Nogmaals... Het worden wederom boeiende zomermaanden bij Ajax. Zo is het. Dit was de update over de aanstaande transfer. Noem je dan een transfer eigenlijk bij trainers? Ja, je kunt dan een transfer noemen van Sparta naar Ajax. Maurie Stijn wordt de nieuwe trainer van de Amsterdammers. Dit was een update van Freek Jansen. Als er meer nieuws is, dan lees je dat op vi.nl en VI Pro.